namelijk, deze dobbelsteen bepaalt deze hele video. En ook waar we nu zijn. Hoe zijn we hier gekomen? Waar zijn we eigenlijk? Hey! Hey! Vandaag gaan we overnachten ergens random in Europa. En deze dobbelsteen die gaat bepalen waar het is. Huh? Wees lief voor ons. Oh, hoe kan dat dan? Oh ja! Hey. Als wij een 1 gooien met de dobbelsteen, gaan we naar Bulgarije. Een 2 naar Denemarken. 3 Spanje. Ja, deze ken ik niet. 4 Texel. Geen 4. 5 Polen. En 6 Ierland. Als we 4 gooien, dan ga je met mijn kop zo door de heen. Bam! Ik wist niet dat Texel trouwens zo groot was nog. Als je kijkt van alleen maar Polen. Voordat we gooien, abonneer op Bankzitters. Het gaat slecht. Nee, het gaat fantastisch. En het gaat wel veel geld kosten. Blauw duimpje, dus zou top zijn. Blauw gesproken. Smurfje. Oh, bij de 60 word ik een smurf, dus abonneer. Ik begin er langzaam zin in te krijgen. Nou, gooi die kutdobbelsteen. Je hebt het lot in jouw handen. Oh, nee, nee. 16! Ja! Ierland, maar... Fucking leuk! Maar wat, waar gaan we dan slapen? Oh, dat moeten we dan nog even bepalen, denk ik. Ja, dat moeten we even bepalen. En dat doen we dus net als de hele video met deze dobbelsteen, wil je zeggen. Wat betekent dan als je iets gooit? Want we hebben niet daar zo'n mooie kaart voor, neem ik aan. Het wordt een 1-ster hotel, 2-ster hotel, 3-ster hotel, 4, 5-ster hotel. Oh, 6-ster hotel. Dat nee. Kamperen! Nee, wat zeg je nou? Kamperen! Of 5 gooien, want 5-ster lekker. Of 6. Nee, zeg maar, die andere boeien. Kunnen we niet doen dat je bij 6 opnieuw moet gooien? Nee, dat is niet. Is kamperen erger dan een 1-sterrenhotel? Ja, nee. Oh ja. Bro, Ierland, dat is niet het warmste land ter wereld. Hè? Dat is gewoon nat. Laten we gooien, man. Ja. Gewoon geen 1. Doe even een kusje erop, even een kusje. Ja, op de 6. Oké, boys. You ready? Kom op, Rob. 5, 6. 5. Nee. Jongen. Doe je jasjes uit? Mijn jasjes te dun om uit te doen. Geef die mondkapjes, veeg je. Op je nieuwe schoenen! We hadden van, luister, we gaan van dobbelen baan naar Schiphol. Maar het ging helemaal fout, zoals gewoonlijk. Raoul is... Mag ik die muziek misschien? Ja, Raoul is gewoon ziek, die voelt zich niet zo goed. Ja, ik heb dus ook een probleem. Ik heb heel het weekend gezopen, dus ik heb eigenlijk geen stem. Ik heb denk ik in de afgelopen weekend 2 avonden, 3 uur geslapen, heel veel gezopen. Dus ik ga eigenlijk liever ook niet mee. Stoer! Ik heb dus echt heel veel geld uitgegeven. Ik ben een rijk chatjeboy. Zodat ik zeg maar hier in alle lounges kan op Schiphol. Is Rob fucking een uur te laat waardoor we dat niet gaan redden? Ja, maar ho, ik was mijn paspoort vergeten. Wat een flikkerpak. Wij vliegen dus met Ryanair. Dus ik denk dat wij gestapeld... Ja, wij vliegen met Ryanair. Ja, het is verschrikkelijk. Maar zeg het niet graag. Dat is toch bij een legbatterij gewoon helemaal opgevouwen moet zitten. Ik zeg wel mee, zo'n anchovies in een blikje. Daar heb ik niet van je over nadenken. Dan moet ik een beetje maagje wil borrelen. Kots in je mondkap. Nou, wij gaan vliegen. Mensen, we zitten nu in het vliegtuig. En wat we gaan doen, we hebben de dobbelsteen. En we hebben een paar opties. We kunnen lekker eten bestellen. Optie 1, breakfast meal. Dus gooien we 1, moeten we allemaal een breakfast meal. Optie 2, tea time dreads. Nummer 3, ja, favorietje van de ploeg. Spirit and mixer deal. Kreeg goed met een cola. Cola en vodka of zo van Marco. Nummer 4, family deal. Echt tering veel. Nummer 5, meal deal for one. En 6 is nog een keer gooien. Oké, kom op. Moeder reset. We hebben een panini en we willen alcohol, maar dat hebben we dus niet gekregen. Allemaal door die dobbelsteen. Maar ja, dat is dus zeg maar het spel van deze dag. We mogen niks zelf bepalen. Even proeven. Cijfer. Matige verpakking. 6. Boys, we zijn er. En nu heb ik een probleem. Ik moet poepen. Maar bepaalt de dobbelsteen... Ja, ik vind dat de dobbelsteen bepaalt niet mag poepen. 1 van 5 is niet en 6 is ja. Op een ogen. Hallo. Hoe lang je mag poepen? Elke keer een minuut. 1 is 1 minuut, 2 is 2 minuten en dan moet je echt. Zo, want ik poep even altijd een half uur. 1, 2, 3 mag je poepen. 4, 5, 6. Niet poepen. Moet je gewoon links naar rechts afvegen. Nee. Ik veeg naar mijn ballen toe. Gooi hem. Ja. Dit stond er zeker op, man. Oh, dat is echt even jammer, hoor. Zo, dan mag ik toch juist wel poepen? Nee. Ja, wel. 1, 2, 3 mag je poepen. 4, 5, 6. Niet poepen. 1, 2, 3. Poepen niet. Hoe heet dit eigenlijk? Loopband. Ik doe dan van dat ding met fictie flikkeren. Jij wist het, hè?
Dat is het, hè? Hebben jullie ook altijd dat je dan op zo'n loopband loopt en dan gaat het niet? En lijkt het net alsof je heel de wereld raar doet. Oh. Heb je het ook? Oh. Abonneer! Oh, daar krijg ik echt veel subs bij. Dat is echt slim. Wat is die paal? Zou je dan nog leven? Ja, het feit dat het dus één ster en van buiten nog wel oké uitziet, dat doet mij echt nog veel meer zeggen dat van binnen nog veel verschrikkelijker is. En die gaas met dat appie ding. Een vent te roken buiten met een appie-shirt aan zonder schoenen. Zo weinig zin in. Mag ik alsjeblieft gewoon een ander hotel boeken? Mensen, we gaan nu naar binnen. Het is geen hotel, het is een hostel. Het is een hostel. Hostel dat je hier binnen gaat, ben je echt een hof. Nee. Zo gek is het niet hoor. Het is best oké, mensen. Ik ga helemaal niet positief zijn totdat ik de kamer heb gezien. Nee. Wat zeg jij nou? Ik heb geen stem, dus ik zeg niks. Heb je gebeft? Bef op de eerste date moet je nooit doen, want dan krijg je keelpijn van. Zing eens een liedje met deze stem. Heb je even... Koen, wat heb je daar? Ik heb hier de evenementen in het Generator Hotel. Elke dinsdag Cuban Salsa. Elke woensdag Samba Kizomoma Taximo. Ja, wat is er maandag? We zijn alleen op maandag hier. Maandag? Niks. Niet. Er is elke avond een zieke vuif? Nee. Alleen dinsdag en woensdag. Oh. Stinkt hier, man. Gadverdamme, dat zweet en kots. Het stinkt. Mensen hebben hier gebarfd, man, of zo vannacht. Een tepelhit. Le moment supreme. Nou, daar gaan we. Ster Hotel. Oh. Deze lichtknopjes ook hier. Oh, stapelbedden. Oh, wat vies. Oh, ik haat het hier. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh, mijn anus. What the fuck, ouwe jongen, wat is dit? Oh, jee. Wow, check dit. Die kid. Dit is hier de gevangenis, man. Check hoe smerig dit is. Dit is die rand en dat er geen water mee gaat. Dat is dan allemaal schimmel, ouwe. Het is helemaal onder schimmel. Kijk eens, dit is echt een hele vieze smerig, hoor, dit. De dames moeten even slikken. Ze hadden niet gedacht dat het zo vuil zou zijn. Deze deur is ook helemaal geswaffeld, jongen. Alle gaten erin. Er is iemand tegen die muur gezet hier. Ik schrok erop van. Dit is echt ellende. Check even ons uitzicht. Dat is wel een touch. Dat is wel een mooi uitzicht daar. Dat is wel leuk. Ja, een klein vieze schimmel hierover. Een vieze schimmelrand. Zou er ooit geneukt worden in deze man? Huh? Ik denk het niet, man. Nee, niks. Hey, maar hoe werkt het dan? Stel je slaapt met andere mensen. Zou je die ook wel eens neuken? Slapen met z'n tweeën en ze denken, weet je, ik ga gewoon neuken. Dat is een deel van die single reismensen. Die gaan dan gewoon zo'n hostel en hopen dat er daar een andere. Echt? Hoe weet jij dit? Ja, van verhalen weet je wel. Nee, hier heb ik dus je moeder ontmoet. Hoi! Hey, ik zie allemaal stof. En je ziet dat het zo stoffig is. Even vies. Oké, gaan we dobbelen voor iets leuks? Gadverdamme, ouwe. Het is gewoon kakken in mijn bed, ouwe. Milo, zou jij het overwegen om in je eentje naar Bali te gaan om Ladyboys op te pikken? Ja hoor. Heel raar. Hey, voordat we gaan dobbelen, want het is tijd voor een ding, moet je even komen hier met die camera. Zit je weer te zeiken dat het weer niet goed genoeg is? Bro, het is zo smerig. Nee, tuurlijk is het niet goed genoeg. Ik moet even zeggen... Wat is dat voor teringzooi hier? Ik denk oprecht dat er gevangenissen zijn in Nederland die luxer zijn dan dit. Oh. We hebben onze eerste activiteit inmiddels. We hebben hier twee enveloppen met daarop even of oneven. Oh, maar, ja. Hey, jou de eer. Hier is de dobbelsteen. Maar wat zit erin dan in die enveloppen? Nou, dat weet ik gewoon niet. Oh, ja, dan misschien ben jij het. Nou, je moet gooien. Oneven. Oh, hey. Oei. Nee. Oneven. Je gaat even dus weg. Ja, even weg. Jullie hebben 1, 3 of 5 gegooid. Klopt. En dat betekent helaas geen stad verkennen. Nou. Godverdomme. Voor nu lekker wat snacks halen bij de supermarkt en daarna lekker uitrusten op jullie kamer. Gooi nog een keer voor wat jullie op de Jezus, kamer gaan doen. Jezus, dat meen je niet. Die stinkkamer, die stinkkolen, kutkamer blijven. Hey, je moet nog een keer gooien, man. Dit is dan voor wat we moeten gaan doen. Ja, wat we dan gaan doen. Hier waren we toch, moeten we eerst naar de supermarkt. Waar moeten we heen? Oh, dat is... Praat eens normaal, Jostie. Als je dacht dat het niet erger werd, 1 ster hotel, Dublin, echt gewoon een kutstad. We staan hier voor de fucking Lidl. Wow. Of moet ik zeggen, Lidl. Bij de Lidl gekocht. Wat wil je zeggen? Ja, ze hebben goed groente en fruit. Kijk maar naar deze mevrouw. Ja, die is een hele gekke komkommer. Nou, weet wat namelijk aan het gebeuren. Die gaat naar de hostel zeker. Wow. Allemaal niet boeiende dingen. Je tosties. 30 euro voor een tosti? Tosti, 40 euro voor tosti. Maar heb je wel 2. Ik vind 20 euro voor een heerlijke zalm vind jij niet heel duur. Only 28 centimeter voor 20 euro. De zin maak je niet. Wat? We komen net de supermarkt uit. De inkopen zijn gedaan. Gast, wat ben je allemaal aan het doen? Oh mijn god. Elke dag prijs, jongen. Oh mijn god, elke dag feest. Waarom doe je dit nou? Oh my god. Hey. Gast, heb je mondkapje nog op? Lekker klaar. Wodka gehad. Wodka ook. Negen nieuws, we mogen niet eten op de kamer. Ik weet niet, fucking bullshit. Wat is bullshit? Ik haat Dublin. Just a joke, people, just a joke. Het was just a joke. Je hond is bloot. Hoi? Ja, fuck you. Zullen we een doggy neuken? Wat zeg je nou weer? Hondje neuken? Ja, ik zei doggy neuken. We gaan dus nu terug naar het hostel. En dan gaan we kijken of we binnenkomen met deze enorme tas boodschappen dat we niet mogen eten op de kamer. Bro. En deze... Hond, hou je bekjes! Hoeveel betaalt u voor de heilige energie? Hoezo mag je? Moet je niet eerst dobbelen of je dit wel mag? Oké, en welke meneer bent u geboren? Nee, ik zou overstappen. Overstappen? Nee, oké, doei. Overstappen? Nee. Oh, jammer. Tot ziens. Ja.
Bas, ik heb echt koude veel zin om mijn kop eraf te schroeven. We hebben dus nu boodschap gedaan, mensen. We zijn weer terug in het supermooie... Ja, Rob, laat even zien wat we gehaald hebben. Nou, we hebben dus de bier. Hé, hey, een chocoladekerstman. Ja, ja. Geef eens. Nou, gast. Wat doe jij? Oh, gast. Ik heb dit gewoon gekomen dat ik dit lekker vind. En nu is hij verneukt. Geef eens, ik kan hem maken. Ik krijg geleerd hoe dit moet. Oh nee, toch niet. Hey! Hey! Zeevruchten! Oh, dat is mijn favoriet. Nee, er zit ham onder. What the fuck? Wat een rare zeevruchten, man. Wat heb je nog meer? Donuts. Gaan we echt elk item even in mijn handen? Wat een bullshit. Geef gewoon die vodka, we gaan zuipen. Ik ben er klaar mee. Die is van mij. Oh, het kopje is er weer af. Oh yeah, oh yeah. Oh. Yeah, hit me with the money, hou. Kaders, we hebben nu heel veel dingen gehaald, maar we weten niet wat we meer mogen. Of we dit mogen eten of ja, wat we drinken. Ja, we mogen het sowieso in eten. In onze kont moeten stoppen, zou je dan nog leven? Zou je dan nog leven? Ze hebben eerst gelezen en dan handen. Ja. Alleen op de kamer zitten is ook saai. Er is gegooid voor een activiteit op de kamer. Kijk hieronder wat het is geworden en vermaak je voor de komende paar uurtjes. Op nummer 1, een potje piccolo. Als je 2 dobbelt, gaan we een potje pesten. Piccolo, want als al die studenten elkaar altijd helemaal opgeilen. Maar jij 3 gaan saboteur spelen. 4, wie ben ik? Nou, Rob Arna. 5. Film of serie kijken. En 6 is opnieuw gooien. Oké, okay, zou ik gooien? Als je constant 6 blijft gooien, is het uur op een gegeven moment voorbij. Nee, maar dan zitten er 2 extra. 2. Potje pesten. Potje pesten. Oh, kleine penis. Besef hoeveel pech we eigenlijk al hebben tot nu toe. Kut. Alles wat kan gebeuren, de dobbelsteen bepaalt, maar elke keer op een manier dobbelen het kutten. Ja, behalve dat er rol er niet bij is, dat is het enige positief. Eerst moesten we al naar Ierland. Ja, dat gaat nog. Ja, nou alleen Roel vond dat heel leuk en die is er niets bij. Ik had liever op Tessel gezeten. Nou, bro, ik had zeker... Allebei van die dingen, die wilden ook heel graag 24 uur overnacht in de tuin. En er was 1 iemand die dat niet gedaan heeft uiteindelijk en hij was fucking Roel. Zelfde soort pranks, dat hij gewoon dingen opbrengt. En dan als hij weet dat wij het gaan doen, zegt hij af. Zeg maar, we hadden lekker in Spanje kunnen zitten, ja, lekker weer. Zitten we hier in deze sombere kutzooi. 1 ster, we konden 6 dingen dobbelen. Ja, kamperen had ook gekund, dus op zich is het het 1 na slechtste. Dit ruikt echt naar ezelsweet of zo. Ja, maar dat ben ik gewoon. Nee, we gaan pesten, man. Proost. Jij bent lelijk. 8, wacht, 7 kleven. 2 joker mag het op elkaar. Jij bent bijna kaal. Dat is helemaal niet pesten, dat is gewoon de waarheid vertellen aan een jongen die tegenover je zit. Oh, je bent ook nog lelijker omdat je kaal bent. 2 op joker. Ja, Vino, jij bent echt arm. Koekoek. Boom. Koen, je kan niet goed rimmen. Dit is het probleem met pesten altijd, want je speelt altijd met mensen en iedereen doet allemaal in regels. Je hebt mijn 2, alle 2 liggen al in het koude spel, dan zijn dat je ezels. Oh, ik was aan de beurt en toch ben ik weer aan het pesten, sorry. Hup! Rob, dikke hond, overgeslagen! Mat, dikke hond, overgeslagen! En Rob, tinglul, overgeslagen! Je bent een typisch broodje, maar je bent warm. Nu moeten we nog een uur hier gaan volmaken en waarschijnlijk gaan we aan het eind van het uur vechten met elkaar. Gewoon precies hetzelfde als in Utrecht gebeurde hier, hè? Op de voet. Oh, maar gewoon, ik heb gewoon de... Ik doe die prullenbak. Hoe heet dat? En ik vind gewoon de halve kosten. Nee! Kost om hier te slapen, houden. 10 cent. Oh! Maar hoe lang gaat het doen om echt geld te hebben? Even nadenken, niet. Ik hoorde net hier iemand stofzuigen en ze hebben hier toch niet gepoetst. Dus dan kunnen ze dit meteen doen. Oh. Kutdag, kut vakantie. Mensen, Matt is echt een mogol. Kijk hoe hij een broodje ham smeert. Je ham is gewoon op het broodje, man. Waar moet hij dan? Ja, in het brood. God, die plakam. Doe, dit gaan we niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Maar weet je wat het is? Kijk, als ik aan het werk ben, om 10 uur heb ik pauze. Alles wat we doen met bankzitten is voor mij pakt slecht uit. Elke keer heb ik het kutten. Nu hebben we wel dat we gewoon allemaal hetzelfde lot hebben. Voor, kijk, ik ben er wel een paar keer best wel goed weggekomen. Roel, die ligt nu gewoon met zijn vriendin. En die kolenroel inderdaad. Zullen we even bellen? Kijk, ze zitten als 2 ongelofelijke battyboys, jongen. Wat een ongelofelijke homo's. Zullen we elkaar aftrekken? Gaan we weg. Dat hoorde ik. Ik ben in een bunker, man. Ik ben een zieke techno-vis aan het houden. Wij zijn ook in een soort bunker. Eigenlijk was jij de enige persoon die best wel hype was om naar Ierland te gaan. En nu zitten wij hier in een of ander teringding. Terwijl wij niet eens Ierland leuk vonden. Jij ligt thuis lekker in je bedje. Ik lig heerlijk in bed, ja. Ik heb het echt ontzettend naar mijn zin. Ja, dat dacht ik al. Ik zie het daar. Jij hebt echt gewoon een feest. Wil even jullie nog wat tegen Roel zeggen? Nee. Doei. Zullen we nog even 1 mooie laatste groet aan Roel brengen? Mat, wat een inspirerende groet, man. Ciao! Oké, boys, we hebben echt 4,5 uur gepest. We gaan gewoon dobbelen voor een nieuwe activiteit. We hebben een lijstje voor de middag. Dit zijn alle middagactiviteiten. Ik heb nog een vrij goede stem. Op de main. National Wax Museum. 2. Guinness Storehouse. Dat zou wel iets met dat drankje zijn. Dat is 5 voor Roel. Kun je dat glas halen? Ja, dat van het Guinness, weet je. Van die Storehouse. Dat Storehouse drankje. 3. Een mooie wandeling door het centrum. Nou, daar heb ik echt geen zin in. 4. Teeling Whiskey Distillery rondleiding en proeverij. 5. De Dublin Zoo. 6.
Dublin Castle. Alles behalve die kutwandeling kan ik me echt niks voorstellen. Kom. Ik hoop echt niet op de zoo. Komt-ie! Komt-ie! Let's go, let's go, let's go! Wat is die ding? Ah ja! Stop! Nee, ga, ik kan het helemaal niet volgen, man. Ja, ja, ja! Vier! Whisky, joh, dat is die whisky! Ja, 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 ja! Whisky, wat doe je? Sorry, die whisky. Ja, ja, het enige leuke wat erop stond eigenlijk. Gaan we daar zuipen? Nee. Let's go! Let's go! We hebben dus tegen dit bedrijf gezegd, we zijn documentairemakers om hier toestemming te krijgen om te filmen. Ligt onze camera nog op de hotelkamer, dus we filmen nu met de iPhone. Vraag wat die landen daar doen. En ze gaan het nu oprecht uitleggen. Het is gewoon sneu. Vraag even aan haar wat deze geur is. What we're smelling right now? What is it? You're smelling probably the fermentation. Net zoals die vis. Like a swimming fish. That's also fermentation. You know it? It was not good. I barf. Oh, wat stinkt dit, zeg. Godverdamme. Naar de kut van je moeder. Nou, nou, nou. Dat is helemaal aan het ja, een beetje zoals bij je moeder aan de binnenkant. Oh, dobbel even. Als je 6 gooit, ga ik in. Nee, echt dobbel, echt dobbel. Oeh, je komt met de schrik weg. Kijk, je ziet bijvoorbeeld die Rebecca. Ja. Ik heb wel samen met Rebecca een hele leuke avond beleefd, maar dat even terzijde nou een keer. Hé, hey, laten we weggaan uit het stinkhuis. Oh, moet je ruiken. Oh, lekker. Ja, yeah, nice. Zij zegt nog, je kunt gewoon je masker ophouden, want het is super sterk. En hij duwt heel zijn neus erin, maar goed. We gaan nu uit het saaie deel. Nee, hartstikke interessant. We gaan nu naar het deel waarin we echt gaan zuipen. We gaan nu wat whisky proeven. Ik heb er zin in. Ik moet ook nog pissen trouwens, maar goed. 46% alcohol, oké? Okay. In Ireland, for cheers, we say slantje. Sletje. Vieze slep. Zo, ik proef heel veel citroen. Oh. Lovely. Ja, die lemon is echt fucking zuur, gast. Gast, holy shit. Lekker. Wie heeft dat verwacht? Jij vraagt wat er aan de hand schiet, dan doe je zo dom. Hier zit ook koud niet. Helemaal niet slecht. Oh, het is warm ook. Ja, het is koffie, joh. Jij bent echt een dom op de poepen, jongen. Het is ongelooflijk met je dikke stronthoofd. Ga ik een slok nemen? Ja. Ja. Dan heb ik een beetje naar wortel. Ja, het is niet vies, maar het is ook niet dat ik denk, oh, wat lekker of zo. Nee, het is echt een wortel. Ja, het is echt een wortel. Ja, een mierikswortel. Het is lauw alsof en warm door elkaar. Gadverdamme. Alsof je eerst bent klaargekomen en daarna diezelfde kut hebt geberfd. Dat er zo je eigen zaad aan je lip hangt. En voor de duidelijkheid, de bruine wat je ziet, dat is dus warm. Maar dit witte schuim, dat is dus echt gewoon koud. En dan zit er dus wortel bovenop. Oh, Ierland is echt leuk. Next one, please. Milo, je mag het van mij hebben. Hoezo moet ik die van jou? Omdat ik doe je hem echt niet? Ik lust geen mierikswortel. Ik hou er ook niet van, man. Rob, neem lekker je eigen koffie, man. Jij houdt gewoon heel erg van wortel en koffie. Koen is echt een koffiedrink. En ik weet dat Koen hier echt... Koen, heb je überhaupt één slokje genomen? Ja, ik heb een slokje genomen. Mag ik die? Nee, maar Koen, heb je echt al een slokje genomen? Ja, oké. Wat vond je ervan? Ik vond het best wel lekker. Wil je niet dan meer? Nee. Oké. Ik zie hier toevallig nog één te staan. Weet je dat koffie en cafeïne en alcohol dezelfde werking heeft als cocaïne? Dus eigenlijk is er niks geks aan afgelopen. Mat, saltetjes aan tafel. De kaart komt later. Oh. Verdomme. Mensen, kijk, wat hebben ze allemaal? We zeggen, we staan net in die supermarkt en Koen zegt, we moeten niet te veel zuipen, want we moeten wel echt een video maken. Ben ik het wel mee? We moeten hier echt snel weg van hier kotsen. Ik ga sowieso niet kotsen. Even tussendoor. Milo is echt tering bezopen. Ik kan overdrijven, maar ik ben wel aardig tap hier trouwens. Ui, is koffie met die hapte in, man. 50% per glas. Maar voel je niet goed? Ik ga even barf. Laat me even zoomen. Mia, doe wel even je audio aan. Mensen, Mia zit nu dat er is. Hij gaat kotsen, want hij zegt. Hij is tering. Oh, broeder. Mijn kots smaakt naar koffie. Hij leert echt kotsen in de wc, hè? Dus ja. Gewoon die bruine koffie, man. Oh. Het is 4:30 'smiddags. Busje? Nee. Ja. Ik dacht even dat hij hele bak zou trekken. Oké, wat ga je gaan doen? Even, ik zeg, half uurtje chillen. Half uurtje chillen. Dan denk dobbelen, man. Voor het avondeten. Misschien moeten we wel thuis eten, dat zou goed zo voor jou zijn. Maar voordat we naar het avondeten gaan, gaan we onze nachtelijke outfit gaan we dobbelen. Ga je als een complete zwerver of ga je als chachi boy? Ik denk als we echt op een toffe, als we op een toffe plek hadden gezeten, hadden we echt niet zo ongelooflijk tappie hoeven worden op de hostel en stel kruifkamer. Milo gaat ermee. Perfect, man.
Ik Je hebt je zin helemaal niet, je bent gewoon vast. Nou, Milo is aan het tappie. Nee. Milo, even je bek houden. We gaan nu gooien voor hoe we gekleed gaan naar ons laatste avondmaal. En Dave is ook ons enige avondmaal. Ik ben benieuwd. Ik weet niet wat is. Dat krijgen we zakken zien nadat ik gegooid heb. Hatsa! Het is 4! Laten we eens even kijken. Ik heb hier 4 tot en met 6. Dus 1 tot en met 3 was iets anders geweest. 4 tot en met 6 is niets minder dan. Voor het eten moet je natuurlijk een leuke outfit aan. Nee! Jullie hebben 4, 5, 6 gegooid. Dat betekent jullie lekker op chic moeten. Ja, chic! Laten we even een kleine catwalk. Volledig baldadig outfit aangetrokken. Met trouwens Louis papa's. Ik denk, zeg het even. Ja, weer. Ik vind die schoenen wel echt heel chatje. Zou ik een nette outfit nog aandoen of niet? Wat? Shit, maar even deze maloot, jongen, echt serieus. Maar dat is een factureren outfit, hè? Factureren outfit, ik wil maar zeggen, man. En je weet wat de meeste viewers heeft gekut. Yeah! Nee, is goed, joh. Nee, 15%. Ik heb echt de stilo van Thomas Müller. Maar we gaan wel dobbelen om naar de stad te gaan, want ik heb fucking honger. En vooral die gozer daar, die heeft echt eten nodig. Maar hoe zit het dobbelen in elkaar? Als het goed is, hebben we 6 keuzes. We hebben dus 3. Die zijn chachi, die zijn luxe restaurants. Goede steakhouse of sterrenrestaurants zitten zelfs tussen. Ja, Michelin. En dan hebben we nog... Oh, ik dacht andere sterren. Dat is dus 1, 2 of 3. 4 is Mackie, 5 is de Burger King, 6 is de KFC. Bro, we hebben al zoveel pech gehad. Je gaat niet menen dat we naar de fucking Mackie gaan in deze kleding. Ik vond een kip 20 minuten over. Ik heb net zin in. Beter gooien we even 2. Mat, alsjeblieft 1, 2, 3. Kom. Ik word helemaal gek als het weer kut is. Ik word helemaal gek als het weer kut is. Nee, ja. Alsjeblieft. Ja! Yes! Normaal eten, man. Fuck, heerlijk. Bro, nu gaan we heerlijk eten en wijn zuipen, jongen. Ik heb echt zin in. En we hebben het ook verdiend, man. We hebben het verdiend. Dat sowieso. Ik ga eerst even op de wc, man. Nee. Wijn besteld, behalve Milo, en Milo moet even detoxen, Milo even lukken. Een wijntje, man. Rood wijn. Kom maar. Gin? Ja, raken. Dan, lik op. Ik heb een leuk idee. Wij zijn lekker aan het eten. Wie moet er betalen? Zullen wij dobbelen voor wie er moet betalen? Is dat leuk? We gaan eerst even eten. Maar we gaan dus zometeen bepalen wie in zijn eentje de hele rekening betaalt. A few moments later. Dames en heren, de totale schade is €391 ex-voor. Dat is voor 20 blazer. Kijk, het ding is nu, we gaan nu gooien voor wie er moet betalen. De opties zijn Koen, Milo, Matt, Rob, Bankzitters en Roel. Kijk, Roel, we kennen je al langer dan vandaag. Niet omdat je ziek bent dat je dan ineens geen risico meer hebt. Ja, inderdaad, was dit al voorbereid voordat Roel bestoot niet meegegaan. Dat sowieso. Als het Roel. We gaan gooien, we hebben geen. Als het Roel. Het is zo mooi. We gooien en we hebben geen idee wat is. Gooi gewoon. Hups. Gaat ie. Maak jij hem open? Zie je dat de oren tafel eruit halen? Ja. 24, maar het zou toch zonde zijn van je maat. Ik zou het één zijn. Hij is leeg. Ik vouw hem open. Moet jij even kijken of hij goed zit of niet. Op maandagavond 24. 3, 2, 1. Wat een lul. Chachi man, eng. Godsamme. Dan behoorlijk bitter pilletje hoor. Maar goed, hij moet op. Zeggen, niet voor ons. Nee. Wat een bittere pil. Voor hem dan, hè. Ja. Toen had ik niet over precies weet. Ja, deze liever even niet filmen. Nu we hier toch zijn, op mijn kosten lekker wijntjes gedronken. Zullen we nog even de stad in? Gast, dat beslis je helemaal niet. Dat moet Dobbelsteen wel. Als de Dobbelsteen het beslist, ga ik wel mee de stad. 1. Ja. Zuid. 2. Okay, ja. 3, 4, 5. Ook saai. Tot zover. Ja. Maar okay. Het is saai om te zeggen, we gaan altijd saai. Ja. Dus 6. Ja. Nog een keer gooien. Ja. Maar ja. Ja? Even, wie is er allemaal voor? Ik heb geen stem, maar ik ben Aska eens. Zuipen! Ja! Zuipen! Ik hoef niet echt te zuipen of zo. Natuurlijk gaan we zuipen! We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Ja, Roel is er niet bij. Nee, dat is goede nieuws. Nee, slecht nieuws natuurlijk. Ik ben een vriend van Roel. En wat is dat goede nieuws? Dat Matt dood is. Ja, Matt, het gaat niet goed met jou. En jij bent eigenlijk al heel lang ziek, maar hij gaat nu echt. Nu zo van net gaat hij heel moeilijk praten. Doe het even na, hè. Even reconstructie. Ja. Bochel zo. Ik ga niet mee uit! Dat zei hij dus, ik ga niet meer uit. Besef dat hij dat zegt. Wat een pauper, man. We hebben 2 oude mensen in de groep. Bro, ik zweer het je, dit leek net Matt die het zei. Dit was Mario. Dat is me, Mario. Misschien denken mensen dat echt Matt hier ingeknipt heeft, maar ik was het echt, hoor. Ja. Er zijn 2 oude mensen in de groep. Die ene is van tevoren dood en de andere is nu tijdens dood. Dan moeten we jongen, man. We moeten we jongen met de bank zitten. Dus wij gaan zuipen. Goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws, Rob is er vandaag bij. Hey, man. En Rob heeft de rekening betaald. Ja, dat ook. Daarom blijven we eigenlijk blij. Het slechte nieuws, ik heb hier weer 6 enveloppen.
open. En je ziet het hier al staan. Bob. Eén van de 6 enveloppen die hierin zit, wordt de Bob en mag vanaf nu niet meer drinken. Dus dat kan best goed mat zijn. We zijn met z'n drieën. Ja, of Roel kan het ook zijn, hè? Ja, maar stel dat één van ons drie die Bob is. Ja. Dan zijn we de enige strijders. En dan mag je niet eens suipen, man. Het is trouwens niet, even voor de volledigheid, we hoeven niet echt te bobben. Nee, ja, ja, we gaan niet echt rijden. Het is gewoon een taxi, maar je mag gewoon niet meer zijn. Het is gewoon een zuipje. Wij zijn met z'n 5. Wat is 6 dan? Ik heb geen flauw idee. Ja, 5. Oh. 4. Als ik ben, dan ga ik in dit bed liggen, kom ik nog... Nee, je moet mee. Je moet mee. 3, 2, 1, boom! Yes, yes, yes! Dit is echt de ziekste dub ooit. We gaan zuipen! Stop! We zijn er. En het is echt mega gezellig. Mega gezellig. Tijd voor pils! Ha! Help! Net als een beetje het dilemma. Gaan we onze uren nou in deze kutclub verspillen van onze slaap? Ja, hebben we gedaan. Het is nu 3:03. Nee, geintje, joh. We zijn hartstikke vroeg weggegaan. Het was echt geen reet aan. We gaan lekker slapen. Het was niet geen reet aan, maar... Ik heb even één ding gedaan. Nog even één keer die... Die bedoel jij? Dames en heren, wat een fantastische dag was het vandaag. Nu zijn we moe. Tijd om te slapen. We zien jullie morgen weer. Dag hoor. Hoe laat is het? 4:10. God, wat een kalo. Zo, het is hier geen tering zo trouwens. Als ik 1 tot en met 6 gooi, heb ik nu een Mattie even in knuffel. Ja! Ja. Wat een laffe knuffel. Wij gaan weer naar huis, doei! Dames en heren, dat was het dan. Dublin met de bankzitter, dobbelen naar Victorie. Hey, dobbelsteen, bedankt voor deze leuke reis. Dankjewel, wij gaan nu lekker slapen in het vliegtuig. Bedankt voor het kijken, abonneer op de bankzitter en like de video. De groeten. Het is toch fijn om rijk te zijn.